Yo, what up guys, it's your boy Denna met een gloednieuwe The Sinking City episode. Inmiddels aflevering 7 en we staan voor Throckmorton's Manor in Old Grove. Het is een area die er eigenlijk heel rijk uitziet. Tenminste, het ziet eruit alsof er ooit rijke mensen gewoond hebben. Maar Oakmont is natuurlijk een beetje naar de galmiezen, dus inmiddels is het een beetje vergane glorie. En we hebben hier een sidequest lopen. De sidequest heet... Eens even kijken. A Delicate Matter. En we moeten dus op zoek naar de criminelen die zijn... Kunsthandelaar. Throckmorton's kunsthandelaar hebben vermoord. En niemand mag weten dat ik er naar zocht. Niemand mag dit doen. Niemand mag dat doen. Niemand mag het weten überhaupt dat ik mijn neus hier insteek. Maar wat ik ga doen, aangezien ik dus op zoek moet naar criminelen en Throckmorton niet... helemaal tevreden was met mijn onderzoeksresultaten, is denk ik met een fast travel richting het politiebureau. Politiebureau van Oakman. En dat is dan even hier, zie je? En daar kunnen we misschien weer, als we zeg maar in de archieven duiken. Het ziekenhuis heeft archieven. Politiebureau heeft archieven. En wat was er nou nog meer aan archieven? Ik weet het niet, maar er zijn continu archieven in die gebouwen. We moeten dus onze neus steken in... toch wel criminal report van die ene fucking gast die guy heeft doodgestoken. Het is het kunsthandelaartje van Throckmorton, maar op het moment dat we eigenlijk alle clues hadden gevonden in het huis. Het huis van Herbert. Toen kwamen we erachter dat het criminelen waren die veel en veel vaker al... sowieso dingen hadden gestolen in Old Grove. Dus al best wel actief waren in Old Grove. Deze guy loopt hier voorbij alsof het helemaal niks is. Maar dit is gewoon echt een cultist. Check zijn tattoo, check zijn Rocky. Creepy. Raar dat ik gewoon door zo'n stad rondloop. Dat is best wel apart. Aflevering 7 dus in ieder geval. Welkom terug guys. The Sinking City gaat hier verder. We gaan onze neus in een sidequest stoppen. Hello, officer. Well, look who finally decided to show up. If it ain't Charles Reed, the genius that cracked the case of Albert Throckmorton. Captain Caleb Lyons at your service. What can we simpletons do to assist you, Mr. Holmes? Wow, what the motherfucker. Maar doordat hij zei Holmes, weet ik wel de naam van de vorige games van Frogwares. Alle Sherlock Holmes games zijn daarvan, de detective games. En daar kan je cases ook op een foutieve manier oplossen, dus we moeten wel een beetje goed blijven uitkijken. You and I have a problem, officer. No, no. Aside from making everyone in the Oakmont Police Department look like idiots, let me be frank, newcomer. You ain't welcome. You slip up, don't cross a T or dot an I, and I'll treat you like every other criminal here. Okay. Well, can I use the police archive in the meantime? You can, but only because of Mr. Throckmorton's patronage. And heed me well, you're on mighty thin ice, and I'll be under it when it breaks. What the fuck, dude? Ga in plaats van sigaartjes roken dan zaken oplossen. In plaats van een beetje jaloers te kijken naar... Charles Reed, die lost wel zaken op. Nou, misschien moet je dan niet stilstaan, fucker. Oké, dit is het politiearchief. Het gaat natuurlijk over... even kijken... dus property crimes. Suspects. Old Grove. Kijk, dan krijg ik zijn politiefile. Zie je verschillende burglaries in Old Grove? Breaking and entering. Hey, kijk, residence. Northern Salvation Harbor, west of intersection of Moreland en Salvation. Kijk, lollygagging. No more lollygagging.
best een uitgebreide sidequest dus nog. Salvation Harbor, Noord. West of the intersection of Moorland. Met Salvation. Dan zal het hier ergens moeten zijn. Daar ergens, maar het valt me nu wel op. Hoe ga ik daar snel komen? Ik moet er helemaal naartoe varen. Ik heb hier nog niks explored, dus... Ik moet straks het politiebureau uit. Dan moet ik sowieso naar het water toe. Dan maak ik zie ook nergens een bootje. Kan ik daar überhaupt wel al heen? Ja, we gaan het zien. We gaan het zien, I don't know. Ja, we pakken hier een bootje en dan moeten we dit helemaal afvaren. You make us look like idiots, is wat die politieagent zei. Komt naar buiten, eerste politieagent staat te T-posen. Oké, nou kan ik het beter bekijken. Ik moet helemaal recht... Oh, wacht, nee. Ik moet hier naar rechts en weer naar rechts. Naar rechts en weer naar rechts, want ik moet wel een punt hebben waar ik natuurlijk op een bootje kan stappen. En nu naar links. Wat moesten ze ook met zo'n specifieke spiegel? Ik ga er ook vanuit dat we die uiteindelijk wel in Squints and Residents gaan aantreffen, die spiegel. En daarachter gaan komen waarom ze specifiek die spiegel nodig hadden. Maar hoe moet ik nu varen? Ik moet eerst naar links. En dan kijken we wel weer verder. Wow, hier ligt hier nou zo'n bizar grote vis. Holy shit, man. Inderdaad. En wat voor vis ook. Ja, dat soort normale vissen. Wat? Kijk daar recht voor ons. Is het normaal dat dat gewoon uit de grond komt? Dan komen we ook even langs varen, chill. Holy shit, ik kan mijn camera niet verder naar beneden doen. Maar kijk dat ding recht voor ons, dat zwarte wat uit de grond komt. Dat is toch niet normaal? Hier moet ik naar rechts. Hier alle normale zeedieren, zoals walvis en zo, die zijn gewoon gestorven door deze rare bovennatuurlijke overstroming. Je ziet mensen vissen alsof het de normaalste zaak van de wereld is, maar tegelijkertijd komen de meest rare zwarte dingen uit de grond van Oakmont. Kijk maar, weer voor me. Heel apart. Ja, hier moet ik gewoon rechtdoor blijven varen, oké. De game heeft een klein beetje moeite met nieuwe gebieden inladen, maar oké. Het lijkt bijna een soort alien-invasie of zo. Beetje Stranger Things-achtige shizzle, maar dan onder water. H.P. Lovecraft meets Stranger Things. Dat is dan wel weer apart, want die game die komt op zoveel vlakken komt die tekort. En dan zijn bepaalde dingen wel weer heel goed, zoals de physics van het varen en bijvoorbeeld de hit detection als ik hier tegenaan vaar. Best wel ziek gemaakt. Maar sowieso, dat onderwater gedeelte net ook was misschien wel het sterkste gedeelte van de game tot nu toe. Nou, ik hoop hier wel eventjes snel een fast travel te ontdekken, jongens. Zo, frame drops. Ja, hier is fast traveltje. Salvation Harbor North. Very nice. Het is hier een beetje kalig. Een beetje een soort van oude stad of zo. Industrieel gedeelte van de stad. Wat het voorheen was.
En dan zie je dus dit soort dingen uit de grond komen. Het is gewoon heel, heel, heel raar. Hoe dan? De stad is compleet in de greep. Van dit soort bizarre gebeurtenissen. Ja, je doet er niks mee, je kan er niks mee. Misschien kan ik het aanraken, of misschien doet mijn visie hier iets mee. Nope. Zou ook deze residence kunnen zijn, je weet het niet. Wow. Ik pak hier aardig wat uit. Wow, weet je hoe hard ik hier was gelopen? What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck? Holy shit. De tyfus. Holy shit, man. Is hij dead, hè? ...81 XP. En dit is dan in zo'n infestation area. Oh man. Eigenlijk niet te doen, hè. Laat ik eens kijken wat voor dingen ik kan aanmaken via de inventory. Wat vet dat ik dat beest heb verslagen. Wat? Is er hier nou gewoon nog één? Niet schrikken, guys. Nou, die is hier gewoon vast. Die zit gespiest of zoiets. Hier, hobo's zijn. Nou, dit zou het wel eens kunnen zijn. Sydney Stones, a.k.a. Quint. Kan ik bijna helemaal niks oppakken. Hem ga ik gewoon rammen. Hoor. Dood. Hoppakee. Nice. Ah, I'm happy to say I've never been hungry enough to consider eating whatever this is. Whoa, 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 dude! Letter from the morgue. Mr. Stokes, the price for separate burial for your mother Martha Stokes is 30 bullets. Damn, best wel duur. Ze betalen ook gewoon in bullets. Gebeurt hier iets? Rest in peace. No
honor among thieves. That's cool. Take Sydney's stash, you monster. Is dit zijn stash? Dat was super weinig. Bijna geen bullets maken, dus ik heb wel een aardig tekort aan gunpowder op dit moment. Ik begin het spel wel echt steeds leuker te vinden en steeds meer door te krijgen. Maar wat is er boven? Dat gaan we nu bekijken. Wow. Intens wel. Er zijn best wel fucking veel dingen gebeurd in Oakman tot nu toe. Wat echt luguber is, man. Iedereen is maar dood en alles. Looks like Squint was having a bad day. Survived getting shot just to be stabbed to death. But who did it? I have no clue. Moet ik hier een patroon inzien of whatever? Gaan we gewoon naar de andere kamer. At long last, I'll fix what that old ape lover Francis did to you. Whoa. Oh jee. De kraaien. Kraaien is chaos. Kraaien is chaos. Ach, get away from the... Oh, thank the gods. I thought you were another monster. Nice trick with the wall. How'd you manage it? It wasn't me. She put the wall there with some kind of hocus pocus. Sydney Stokes, I presume. Aye, that's right. Do I know you? Don't think so. I'm here about Herbert Glover. I believe you know him. Or, should I say, knew him. Okay. You said she put the wall here. Who is she? She's our employer. I don't know her name or anything. She promised us a good payout for a simple job. And I fell for it like a chump. What did she hire you to do? The job seemed simple enough. Go to the collector's house, grab some fancy mirror, and then hoof it out of there. So where's this fancy mirror now? She took it. When me and Phil met her with the goods, they got into a big blowout and she shivved him. Okay, what am I to do now? Phil was the idea guy. I'm just a sap. Come on, paint me a picture. What did this woman look like? She was tall and thin, very thin. Just skin and bones. Mean like a rattlesnake. That's all I can remember. I didn't look too close at her. Were you hired to kill the collector, too? Or was that just for laughs?
I swear to Kay, it wasn't part of the plan. It was an accident. The guy started shooting at us and I panicked. You panicked? Really? That's your excuse. Oh, please, as Kay is my witness, I didn't mean to kill anyone. I'll give you everything I have. Just let me walk. Everything he has, just let me walk. Well, you've had quite a night. Break-in, theft, and manslaughter. I'm gonna have to report this. Please! I'll get the chair for this! You should have thought of that before you killed a man. Key evidence collected. Nog zo'n rare Ooga Booga artifact. Ja, sorry man, ik ben en blijf een detective. Ik turn je gewoon in. Bye. Dit met die muur was best apart. Maar hier wil ik nog iets achterhalen. Kijk, zie. Oh, Ma. I killed him. What have I done? What in the world have I done? Fucking ziek wel dit, man. Het gaat om deze. An unknown woman took possession of the mirror that the thief stole from Glover's residence. Oké, we moeten dus al terug om te gaan vertellen wat we hebben gevonden. Maar wat doen we met deze chick? She said that she'd fix what Francis had done. She may look old, but there are not a frail bone in her body. And still more than capable of murder. She'd fix what Francis had done. Herbert Glover. Ik dacht misschien gaat ze nu terug naar dat huis van die collector om daar nog iets te doen of iets dergelijks. Maar dat lijkt me erg sterk. Ik ben wel blij dat ik alle evidences weer heb gevonden. Is er geen Mind Palace aanwezig op het moment? Nee, het is alleen, Mind Palace is alleen voor de main cases. Dus dit is gewoon nu reporten bij Throckmorton. Wel ziek, hè? Dat was het waren gewoon twee gedeeltes van een hele aflevering van de Let's Play bezig zijn met een side objective te completen. Ik vind dat wel heel dope eigenlijk. Wat ook apart is dat ik wel zeg van, ik moet je aangeven bij de politie en hem daar gewoon achterlaat, zeg maar. Ik heb hem gewoon daar laten staan en vervolgens heeft hij nu alle tijd om weg te komen daar. I've looked into your delicate matter. Excellent. Don't spare me any details. Glover's dead. He was killed by a man named Sidney Stokes who happened to be robbing his place. He wasn't working alone. He had a partner, Phil O'Connell. Didn't end up much better. All over some kind of mirror, apparently. Truck. Where is the mirror now? Their employer has it. Some mystery woman. I didn't get her name, but she obviously wasn't fooling around. I see. So, my enigmatic competitor has finally shown her hand. And the thieves are both dead, you say? Sidney Stokes managed to make it out in one piece. Now, if I had to guess, he's probably holed up at his home. Want the address? I would welcome it. I'll take pleasure in educating him on some, shall we say, essential truths. All right. I've held up my end of the bargain. Now, it's your turn. Of course, Mr. Reed. Here's your payment. Now that you know everything, would you accept the second part of the job? Let me guess. You want me to track down the mirror? Yes. And the one who so
rudely snatched it from my grasp. I'm on it. Only got one lead, though. Our culprit had a bone to pick with someone named Francis. Mean anything to you? Ah, yes. That is, without doubt, my father. Oh, inderdaad, die krant, Francis. Kay rest his soul. And what's he got to do with this? I found mention of the mirror in his records. That's what led me to take interest. Your father was a prominent man. I'm sure he had enemies. Anyone come to mind? None who would outlive him. You mentioned your father left records. Mind if I take a gander at them? The prospect of you rifling through my father's possessions does not fill me with joy, Mr. Reed. But if that's what you need, so be it. Take this key. Our delicate matter is opgelost. Nice, man. Een knowledge point erbij, lekker veel XP, allemaal andere dingen. Through the Looking Glass is de nieuwe case. Het is gewoon ongelooflijk. Een side quest sequence. Het gaat gewoon door. Bizar dat het erbij hoort. Ongelooflijk. Robert Throckmorton boeide het inderdaad helemaal niet dat Glover gewoon dood is, hè? Het gaat hem alleen om die spiegel, omdat zijn vader daar geïnteresseerd in was. Dan heb ik nu een sleutel gekregen. Van dat. Double the quest reward items. Ja, ik denk wel dat ik deze twee nog ga doen, zeg maar. En dat we dan pas overgaan op andere dingen. Dan moet ik dus rond gaan kijken in de Throckmorton Manor. Wel aan het einde van deze aflevering alweer. Ja, the mortician has touched him up well. Zal hier die study zijn, ik denk het wel. Seems an ambitious expedition. Like father, like son. 1891, The Unknown Africa. Zouden daar de roots van de apen vandaan komen? No offense verder, maar jullie snappen wat ik bedoel. Curious craftsmanship. These must be worth a fortune. I'm looking sharp, but I guess that's the point. Ahaha, look at Charles Reed. Woordgrappie. ...1891 must have been a busy year for Francis. Rosie, 1891. A newborn son. Okay. Ik snap dat Robert niet wilde dat ik hier doorheen neus, want ik weet nu alles van ze. Even mezelf casual ophangen. Oh, kijk, Francis, divorce is no simple matter these days. Zal het dus... Oei, zijn vrouw zijn die hem nu achterna zit. Oakmont Asylum moet ik heen. Wat een vette questline. It looks a little familiar. Hmm.
creepy, man. Het is alleen wel gek dat ik dan nu zoveel heb bekeken al, maar dat ik nog steeds niet all evidence collected heb hier. Zie je? Staat er wel... Ja, key evidence is wel collected. Misschien is er nog iets beneden dan. Want hier kan ik echt niet meer verder kijken, toch? Ik kan niks meer oppakken. Nee, niks selecteren. Nee. Hier kan ik niks selecteren. Nee, 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 nee. Ja, dan is het niet anders. En nu is Albert dood. Het is best wel intens, man. Ironisch dat hij hier een schilderij met vissen heeft hangen, terwijl hij de Innsmouthers haat. Ik zit nu echt alles te bekijken, alles te onderzoeken. Ren eigenlijk continu om Albert heen. Ik weet niet of hij dat waardeert. Dan is er nog een kelder. Ik weet ook niet of hij het waardeert dat ik hier rondspook, maar oké. Okay. Ik kan er nu in eerste instantie eigenlijk niks vinden. Ik zie geen gekke dingen. Ik zie mijn visions wat. Ook hier niet. Hey, stroom. Ik gooi nog een praatje met Throgmorton. En dan ga ik er hier vandoor. Your father led an expedition back in 1891. Do you know anything about it? I'm not the best person to ask, I'm afraid. I was a babe in arms back then, and my father never made his findings public. It is a great shame, of course. His work would have turned the science of evolution on its head. Yeah, I can see that. I had some questions about Bethany. I beg your pardon? I don't believe I know anyone of that name. Well, it came up during the investigation. See, your father divorced, and his ex-wife's name was Bethany. Say no more. It is beyond my earliest memories. But even if it weren't, my father's business is his own. I shall not engage in gossip. Have a good day. Wel ziek dat ik dan weer all evidence collected heb. Lore, yep, dat snap ik. En dan casebook. Ja, die Oakmont Asylum is toch best wel creepy. I do sincerely hope she recovers. But the Kurt won't share my concerns. Besides, Oakmont Asylum seems to be a very well-run place. Ik moet daar op zoek gaan naar verdere informatie. Dat is wel creepy. Dat is zeker wel creepy. Dat is daar. En hoe gaan we daar snel komen? Ik denk door met een bootje hier naar rechts te gaan. Die kant op. Ik zit wel alweer op een aardige lengte van de aflevering. En dat doen games als deze ook zeker wel. Dus ik ga jullie zometeen wel bedanken voor het kijken, het liken, de support op de episode. En ik heb wel een beetje het idee, ik weet niet of het jullie ook opvalt, maar dat de game steeds wat beter gaat runnen hoe langer ik hem speel. Dus ja, er zijn nog wel wat frame drops en wat haperingen, wat stutteringen, maar... Het begint er een beetje op te lijken dat... De game steeds wat stabieler runt, hoe langer het duurt. Wat een leeg gebied dit. Het heeft helemaal geen sfeer. Een rare muur hier aan de zijkant. Ziet er heel raar uit.
Waar ik nou benieuwd naar ben trouwens, bij de options, of er in-game options zitten. Video. Nee, er zit alleen gamma in. Want anders had ik de motion blur uitgezet, want er zit een motion blur in en die is best wel raar. Zo, zag die chick, die valt even van die muur naar beneden. Heeft geen idee wat ze aan het doen is, deze NPC. Zo onnodig, zo zonde dit. Maar ja, het zit er wel in. Ik moet er eventjes omheen, want hier links is The Asylum. En daar zal ik de aflevering eindigen. Hier is er ook nog een punt dat ik kan fast travelen. Is altijd handig om dat te exploren. Coverside East. En daar, boven op de berg, The Asylum. What the fuck? Gemuteerde ratten. Chill. Oh, ik krijg een beetje vampire feelings hier. Kan ik dan bijvoorbeeld hier naar binnen? Vraag ik me dan nog wel af. Nope, ook geen hobo's zijn, dus nope. Nee, we zullen echt hier de asylum in moeten om verder te gaan onderzoeken. Oh, verkeerde. Zo kan ik switchen. Hoe heet ze? Ja, dit. A letter that mentions Oakmont Asylum. Dat is de reden dat ik hier ben. En dit is het. Het ziet er niet heel chill uit. Maar hier ga ik wel de aflevering eindigen. De ha, dus we kunnen naar binnen. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het liken. Dit was The Sinking City episode 7. En tot de volgende, guys. Later.